otra vez. Aquí la tengo otra vez. Diciendo que quiero otra vez. Goedemorgen deze morgen. Nou, is het mooi wakker worden of niet? Start klaar. Volgens mij gaan we nu echt de warme tijd tegemoet. Het wordt van de week 30 graden. Wat heb jij in je hand? Koffie. Altijd een extra bakje, hè? Normaal de twee soortjes, hè? Ik heb er al eentje op. Een hele goede middag. Ik zit in de auto van Daniel en Demi. En ik ben onderweg naar het vliegveld. Om Demi op te halen. Jurgen en Daniel zijn natuurlijk druk aan het klussen aan de studio. En die wil Daniel zo snel mogelijk af hebben. Want dan kunnen ze ook eerder op vakantie. En er komen natuurlijk straks al mensen. En wie komt eraan? Hey. Waar is ze? Vloed heet hier. Die lange mouwen. Ja, want in Nederland was het gewoon koud. Hey. Had je beter een vestje aan kunnen doen, het is dus bloed heet hier. Gaan we meteen een t-shirt aan doen. Ja, lijkt me een goed plan. Dan gaan we in de auto. Nou, daar is ze weer. Want ik had nog wel een flesje koud water voor je gehaald. Lekker. Waar is mijn t-shirt aan? Ja. Bloed dus heet. We gaan gelijk sexy doen. Had je een goede vlucht? Ja, ging allemaal goed. Ja, heel klein beetje turbulentie, maar... Oh, net als op de heenweg. Ja. Een beetje toen we boven Spanje kwamen. Oh, zeiden ze, je bent weer thuis. Ja. Hallo, hallo, hallo. Oeh. Oh, je hebt een topje aan. Altijd, hè. Nou ja, dan had je wel alleen in je topje kunnen gaan zitten. Ja. Toch? T-shirtje nog. Ah. Op naar Ruus. Zo. Allemaal goed gegaan? Allemaal goed gegaan. Ja? Heb je het gered met die mannen? Ja, net aan, hè. Dat was wel even een beetje tricky met die Jurgen. Die was wel weer aan het zeuren. En Daniel over het huis. Oh. Maar het is allemaal goed gegaan. Gelukkig. Hou jij hem vast? Hou. Hop. Gordel weer om. Pasje erbij. Ik was net teruggereden, is achteruit. Ik dacht, ja, dan hoef ik geen rondje te rijden. Nee. Als ik toch al moet betalen. Hallo, alles goed gegaan? Ja. Heel hartstikke makkelijk. Ik moest hier die QR-code nog laten zien van de Spanish Held. Ja? Bladibladibla, wat ik moest invullen. Waar je dan verblijft en daar krijg je een QR-code dat van. Ik ga naar huis. Ja. Ik dacht ook, nou ja, ik moest er verblijf in, dus ik heb gewoon alles van ons ingevuld. Dus kunnen ze QR-code scannen. Ja, prima, loop maar door. Oké, en er stond één van weer gezond en... Nou ja, er stond eigenlijk alleen in waar je verblijft, dat. Want gezond, niet? Want gezond, wel van je hebt geen last van corona, heb je een test gedaan? Ja, ik heb een test gedaan. Moet je dan invullen. Ja. En dan moet je invullen dat ik gisteren dus die test heb gedaan. Ja. En verder helemaal niks aan de hand. Op de heenweg naar Nederland ook niet. En dan moet je... Je laat alleen bij de inchecken, laat je dan je... Zoveel geld betalen voor een test. Ja. Op de heenweg moest ik dan een PCR-test laten zien bij het inchecken. Op de heenweg een test bij het inchecken. Laten zien en nu ook. En verder eigenlijk helemaal niks. Ik heb toch de tarjeta erin. Nou, het is allemaal gelukt hoor. Hij deed het even niet. Dus we zijn maar naar een ander gegaan. Ja. Oh, Patsy? Nee. Zo? Ja. Ik zit al aan de rechterkant. Maar helemaal verder dus niks aan de hand qua controles. Ik hoefde alleen mijn negatieve test te laten zien bij het inchecken. Mijn boardingpas, die kreeg natuurlijk. En ik moest mijn koffer inchecken, anders moest ik 25 euro betalen. Ja, wat raar. Ja, weet je, iedereen neemt
sneltest doen met reisverticaat. Ja, in juli en augustus is de test gratis. Oh ja? Als je op vakantie gaat. Oh, vanaf allemaal de kanten? Ja. Of alleen van Nederland naar Spanje? Ja, sowieso van Nederland naar Spanje, maar van Spanje naar terug volgens mij ook. Oh. Want dan willen ze overal doen om het vakantieverkeer op gang te brengen. Ja, groot gelijk ook. De wereld rijdt ook een beetje op vakantie, toch? Toerisme dus. Hey, jij hebt ook weer een korte vakantie achter de rug. Ik heb ook weer een korte vakantie achter de rug. Voorbij gevlogen. Ja, hè? Ja, zomaar een paar dagen. Zomaar een paar dagen. Ik ben natuurlijk zaterdag sowieso de hele dag druk. En dan heb je nog zo twee. Ja. Ja, want ik vloog om 3:45. En het is nu 7:00. Ik ben, zit weer in de auto. Ja. Je was al eerder geland. Je was al voor 6:30 geland. Op de heenweg was dat ook. Ja. Was je gewoon 3 kwartier te vroeg? Ja. Op de heenweg was ik ook super vroeg. Hoe kan dat nou? Vliegt dat vliegtuig wind mee? Denk ik. Ik weet het niet. Geen idee, maar ik was er zo. Super makkelijk. Wij gaan nu weer even een ritje naar huis doen. Zo gevaarlijk, hè, vind ik dat. We rijden op een snelweg met je topje en je korte broek. Oh, wow, echt, hè? Niet normaal. Maar goed, wij gaan nog even... gelukkig geen helm op, toch? Ja, dat wel. Kan je het zien? Ja. Dus wij gaan weer even een stukje naar huis rijden. Wie zit er weer veilig aan tafel? Ik. Demi is back. Veilig en wel. Het is 9:30 in de avond. Ja. En kijk eens wie daar binnenkomt, van het ploegen, van het zoegen. Kijk, dit is die broek. Dat is nog eens een werkbroek. Werkbroek. Maar we gaan even een lekker kavaatje openmaken. Kava. Toost natuurlijk weer dat Demi weer veilig is. Demi houdt niet eens van... Demi houdt wel. Dat er vanavond. Japan. Demi die houdt er heel erg van. En Demi houdt er heel erg van die champagne. 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 En dat moeten ze allemaal proeven, want dat verkopen we ook. Dus ze houdt er wel van, hè, Deen? Ik heb ook ja gezegd, daarom staat er 3 glazen. Wil jij niet, Daniel? Kijk hier. Wat gelikt aan mijn arm. Pa! Ho! Niet op de tafel. Hier is onze Spike. Zo. Oh! Nou! Hier ruikt lekker. Toast. Proost. Toast. Voor een veilige thuiskomst van jouw schatje. Dat is heel belangrijk. Oh. Honger. Hoe was je vlucht? Komt er maar goed. Ja? Beetje turbulentie, maar verder maar goed. Oh ja, had je turbulentie? Ja, toen ik boven Spanje was. Ik wilde eens even laten weten van, je bent nu boven Spanje, dus we doen Demi, welkom thuis. En dan ging je het vliegtuig even schudden. Zo, lekker, dankjewel. En kijk eens Daniel. Oh, ja. Oh, die had ik niet gezien mensen, hij is om. Ach ja, het is maar kava. Geproost. Nee, ik heb soep. Eerst. Ik ga niet. Ik heb speciaal hamburger voor jou. Ja, speciaal hamburger soep tegelijk, zo. Hamburger soep. Is toch lekker? Hamburger soep. Nou, ik ga ook maar even eten, want mijn glas is al leeg, want die ging om, mensen. Ook smakelijk. Die schenken we wel bij, hoor. Loenenboen, oh, wil jij een stukje meloen? Ja, ja, dat dacht ik al. Wil Luna jij gek van meloen. Een stukje meloen? Netjes gegeten, hoor. Wappo? Oeh, lekker hè. Waarom doet dat zo spastisch koud, dit eten? Die koud of die geen tanden heeft. En nou, doe dat zo. Loen, kijk eens. En keurig. Loen is Spike. Spike. Ga kijken dan. Spike hoort het niet. Hey. Ga kijken. Kijk eens, zie je? Nee, oeh, lekker hè. Wil jullie er wel even op wijzen, dit is niet mijn vork waar ik mee eet. Die ligt daar. Ja. En dit is de hondenvork, die heb ik net van Jurgen's bord gepakt. Wil je nog een hapje? Ja, kom maar. Dat is wel mooi hoor, zit ik niet mee. Eeuw! Nee, echt? Doe je dat nou echt? Ja, ik haal hem zo langs mijn broek waar ik mee geklust heb. Zo. Ja. Man, lekker. Nog passen hè? Durf jij dat ook, Daniel? Kijk, en dan gaat hij zo weer. Kijk. Hop. Eentje voor Loen.
Hup. En die van mij. Oh, ja. Nou hier komen de reacties op. Git with daddy. Kom, wil je kussen met Luna? Slok je la capa? Nee, dat doen we niet. Dat heb ze al gehad, van Lies, op de grond. Ja. Oh, ja. Hij was op de grond. Hij is leeg. Dus ik neem nu mijn eigen vork. Dit is wel met andere vorken. Verse meloen. Hij is wel lekker deze meloen. Van Hippie. Nog steeds. Hippie heeft zoveel meloenen gegeven en dat hebben we voorlopig nog niet op. Wil jij nog kaver, hè? Nee hoor, dank je. Ik moet mezelf filmen van Daniel. Slaap je goed? Dat slaap ik sowieso. Ga je zelf je filmen en dan ga je nog de rest filmen. Nou, dat is toch leuk? Ik gun jullie al die minuten fame. Zo. Zo, nou. Wat ben jij aan het doen, Leen? Ik vind ook dat je even Daniel moet filmen. Want Daniel ziet er een beetje uit of hij zijn laatste oortje versnoept heeft. In zijn gezicht. Vooral mij dan. Het was erg laat vandaag met klussen. We hebben namelijk het cementvloertje voor de douche, de inloopdouche. Dat hebben we gemaakt. Daniel heeft hem geëgaliseerd eigenlijk met zandcement. Met de drain erin. Met de drain erin. Maar dat werd even later. De drain erin krijgen was toch wel even een dingetje. Snelgips. Ook nog? Hebben jullie met snelgips vastgezet? Ja. Wacht even. Hij gaat uit. Hoe ken je dat nou? Zag je dat? Ik deed zo. Ik weet niet wat jij met die telefoon doet, maar ook jouw geluid doet heel raar. Want als wij editen. Die loopt op, hè? Hij loopt op, jouw geluid. Als je filmt, dan hoor je heel langzaam steeds harder worden. Ik heb die telefoon van jullie gehad. Ja, maar ik denk dat jij met je vingers aan het beeld zit. Jij doet met die telefoon, ik weet niet, zulke rare dingen. Als ik alleen maar kijk hoe jij de apps hebt staan, dan zit ik al te kijken en dan denk ik van. Schat. Hoe kan je dit? Nee, lieverd, jij doet je apps hebt staan? Ja. Bij je Facebook, bij je Instagram staat. Ja, dat is allemaal geen logische volgorde voor Daniel. Nee, het is echt zo. Maar voor mij wel. Zo chaotisch. Heb je mijn apps wel eens gezien op de telefoon? De logische volgorde. Dat heb jij apps geen apps. Nou, die apps zijn er niet op het moment. Maar wat ik wil zeggen over die drain. Ja? Die drain zit van die voetjes aan. En normaal gesproken heb je dan een harde ondervloer waar je hem dan opmaakt. Of dat er zit er iets van beton of wat dan ook. Ja. En daar kan je hem dan op vastboren. En nu hadden we hier in de studio. Daarna die cementvloer was natuurlijk alleen maar zand die wij gelegd hebben. Ja, dat gat wat je open had gelaten. Ja. Dus wel een zandondergrond. Maar ja, daar kun je natuurlijk niet in boren. Dan kan je geen drain in vastzetten. Dus we hadden die drain zeg maar zo in het zand gezet. Ja. En dan zo een beetje gefrikt. En dan haal je hem eruit. En dan zag je precies de plekken waar die dan die pootjes zaten. En in het midden zat dan ook nog de bak, zeg maar. Ja. En deed je dat ietsjes verder uitgaven. Deed ik het een beetje nat maken. Deed jij snelgips aanmaken. Deed ik het zo. Deed ik het drie klodders. Erin drukken, stellen. Waterpas helemaal. En dat zo even uit laten harden. Nou, kan toch ook? Ja. Waarom niet? Uiteindelijk komt het altijd goed. En met dat zandcement, dan kan je het helemaal zo eronder proppen. Zeg maar onder die drain helemaal. Weet je? Dan kan je helemaal alles helemaal dicht stoppen. Dat hij helemaal vast zit. Luna kent het woord drain niet meer. Drain! Drain! Ze is, ze is aan het drainen. Drainen door de drain. Ze is aan het... drainen! Oh, knuffelen. Nee jongen, ze wil gewoon bij mij langs. En dan bij jou op schoot en dan wil ze gewoon slijmen. Kijk, dat komt samen. Nou, ik neem nog een slokje. Kijk, daar staat ze achter je stoel. Zie je? Hey, verkeerde stoel. Nou mensen, ik wens jullie nog een hele goede avond. Hey, grapje. Ja. Hey, kom. Met twee. Zo. Zie je, heb ze wel de zin. Nee. Heb ze gewoon weer de zin, hè? Ja, je moet wel in je eigen bed slapen. Niet likken. Want je was vanmorgen weer vroeg wakker, hè? Dat was niet de afspraak, hè? En onze wap is zo lief. De ballen eraf van de wap, hè? Is lief?
De bladeren eraf. Nou, wap, je hoort het. Oh. Praten? Ja, hij is in zijn knuffelmodus. Ja. Dan moet je van genieten als hij in zijn knuffelmodus. Duurt niet lang. Kort spannend. Lekker. Mama. Babi. Heel makkelijk. Gaan één stuk plakken en ik ben blij als jij het zegt. Wat zeg je? Zeg, wordt heel makkelijk editen voor Daniel. Ja. Gewoon onderbroken. En ik ging je even plakken, gewoon doen. Gewoon tegen. Zo. Kijk dat hoofd. Kijk hier. Die handen. Kijk, hij wrijft die ogen eruit. Mensen, kijk. Dat zijn zandcementhanden. Drainhanden. Wie moes gaat. Je zegt dat ook weer, schaat. Nou, het is vandaag wel echt een latertje hoor. Ja, ik snap het niet. Jullie zouden nooit tot 12:30. We hebben niet heel veel gedaan vandaag. Nee, we hebben stilgezeten. Ja. Nou ja, we hebben wel superveel gedaan. We hebben die stenen gehaald. We hebben zand gehaald, cement gehaald. We hebben de auto weggebracht. Oh ja, weten ze dat trouwens? Dat de auto gemaakt wordt en gespoten. En, wordt hij ook gespoten? Toddo. Zie. Toddo. Oh. Babs. Die wil even stiekem meloen pakken. Echt? En, had je niet moeten zeggen? Jawel, want ik wil ook nog meloen. Laten we hem ook gewoon daar neerzetten. Straks hebben we een nuevo furgoneta. Ah, Jurgen. Españoles. Hoop ik. Moet je ook nog maar afwachten. Je weet het niet, hè? You never know. Demi kwam met dikke kooltrui kwam ze aan. Dikke kooltrui, ja. Hoe was het weer eigenlijk in Nederland? Zo. Maso Menno. Zo. Koud? Nou, niet per se. Toen ik de vliegtuig uitstapte, was het mega benauwd. Iets van 19 graden, toch? Zoiets. Ja, maar echt heel benauwd. Echt vies. En toen, zaterdag was het wel lekker weer. Ik heb trouwens veel binnen gezeten, dus... Zeg maar tegen Bert, hè, dat het onkruid heel hoog staat in zijn tuin hier. Oh. Echt zo hoog. Hier in zijn tuin moet je maar snel komen, ja. Bertus. Sta ik ook al, Bertus. Want je kijkt de vlog altijd. Bertus. Ik zou het wel gezellig vinden als hij even een paar weken komt, hoor. Ja, hij wou klussen. Niet alleen, hè? Ik zei van, nee, ik zeg, is het wel leuk als je komt? Hij zei, ja, even klussen. Ja, dan wachten we even met een studio afmaken. Gaan we eens even wat andere dingen doen. Een beetje strand of zo. En we hebben nog een opbouw die erop moet, dus ik kan niet daar klussen. Ja, genoeg lucht. Toch? Ja. Kan je gewoon een paar maanden blijven. Even metselen. Bertus? Hé, Bertus? Wat zei je dan? Hé, Bertus? Bertus. We hebben citronella bandjes. Nou, ik rook zo aan zijn arm. Ik zeg, heb jij je ingespoten met muggenspray? Ik weet niet of het helpt. Nou ja, als ik het al ruik, dan zullen die vliegen het ook wel ruiken. Eens kijken, Daniel, die van jou. Kijk hem. Oké. Okay. Daniel, bandje. Ik moet wel zeggen, vandaag vond ik... Nou, in mijn gezicht en zo minder. Ik stond daar net en toen zaten ze al ook op mij. Ja. Het is wel heel erg. We moeten gewoon meer van die dingen halen. Anders hadden ook die potjes die er ook zouden staan. We halen gewoon die hele studio ermee vol. Maar die potjes is op je smeren, toch? Doen. Nee, die moet je gewoon neerzetten open. Jee, in smeren. Dag, Erik. Ochtendcrème. Helemaal zo. Maar, hoe vind je het nou weer om terug te zijn? Duimpje omhoog. Helemaal top. Ben je blij om terug te zijn? Heel blij. Ben je weer blij om samen te zijn? Heel blij zijn. Ik zei gisteravond nog in het einde van de vlog. Ja, zit ik hier weer alleen en ik hoop toch dat Demi weer snel terug is. Demi gaat zo. Demi gaat zeggen, oh, dat is slaap ik doen. Dus. Oh, dit is voor mijn vijfje. Ja, en ik had de mensen beloofd gisteren dat ik vandaag wat van het klussen zou laten zien. Maar dat ben ik helemaal vergeten. Dat dus nee, er gingen zoveel dingen allemaal
hoe moet ik het zeggen, door de war. Moesten naar beneden, moesten spullen halen. Toen moesten spullen weer naar boven brengen. Toen waren mijn ouders weer weg. En nou ja, toen op een gegeven moment, voordat we eenmaal begonnen, was het ook al laat. Dus we hebben wel weer een aantal dingen gedaan vandaag. We hebben natuurlijk de drain ingemaakt. Dat had je natuurlijk al gezien. Dat heb ik net in de vlog even laten zien. Dus morgen beloof ik jullie, dan ga ik de studio laten zien. En dan ga ik jullie ook even allemaal laten zien wat er allemaal weer gedaan is. Morgen gaan we ook de muurtjes metselen. Dus we gaan eigenlijk alles nu klaarmaken voor volgende week, zodat we kunnen stukken. We zijn ready voor de spuit. Ready voor de spuit. Spuiten, stukken. En dat weten de mensen nog niet. Laten we nog even gaan. Spannend. Spannend. Nou, wat moeten de mensen doen? Of moeten ze doen? Als wat zouden wij nou graag willen dat de mensen doen? Alsjeblieft een duimpje omhoog. Alsjeblieft. Misschien doen ze het al sneller. Een duimpje omhoog, alsjeblieft. Even abonneren. En even een leuke reactie. Niet vergeten. En we zitten op de 13.500. Een nieuwe mijlpaal weer behaald. Zo snel ook. Yeah, high five. Gaan omhoog, jongens. Dus ja. Blijf abonneren. En we waarderen het enorm. Echt. Kijk maar naar mijn gezicht. Prik boek delen. Ja. Dus. Zien jullie morgen weer. Bij een nieuwe vlog. Doei.